Gij heeft mij gevraagd in het kader van zijn 10-jarig lustrum om iets te vertellen over de zaak Vaatstra. Dan wil ik daar heel voorzichtig mee omgaan, omdat er wel wat ontwikkelingen zijn. Maar het ligt heel gevoelig en het is nog niet genoeg om daar in de buiten te treden. Ik ben daar wel voor eventueel bereid om eventuele vragen te beantwoorden. Ik heb een ander onderwerp genomen. En dat is een onderwerp, Micha die waarschuwt ons altijd tegen de zogenaamde toga-dragers. Dat zijn rechters, advocaten, officieren van justitie, etc. Maar in mijn optiek lopen we het risico dat er wel eens vergeten wordt dat er nog een hele groep onderhoudt. Dat zijn de gerechtelijk deskundigen. Dat zijn ook de mensen in het strafproces, regisseurs, politiemensen, deskundigen, etc. En met name heb ik nogal de laatste tijd besteed aan mensen van het NFI en het NIFP. Dat is een psycholoog van onder andere, psychiaters van het Pieter Baan Centrum. In mijn voorbereiding op dit praatje heb ik eens de moeite genomen om het officiële register van het gerechtelijk deskundigen te raadplegen, het LRGD. Nogmaals, je kunt het vanavond even wel nalezen. En wat schetste mijn verbazing? Naast wat losse zeer moeilijk te traceren deskundigen op het gebied van onder andere psychologie en psychiatrie van justitie, en een aantal losse mensen als mensen deskundig op het gebied van arbeidsrecht, accountancy, schade-experts enzovoort, staan daar vooral deskundigen op van het Nederlands Forensisch Instituut. Wij zijn dus overgeleverd aan een kleine groep mensen die zeg maar in het strafproces kunnen getuigen. Daar kwam ik vooral tegen DNA. Onderzoekers. En onder andere zullen daar ook op staan mensen die handschriftkunde onderzoeken, etc. Bij een nieuwe poging die ik de afgelopen dagen gedaan heb, bleken ze ineens verdwenen op de lijst. Alle mensen van het NFI zijn verdwenen uit de lijst van gerechtelijk deskundigen. Dat moest een reden hebben, dat kon ik me niet anders voorstellen. Voor alle disciplines forensisch DNA-onderzoek zijn daar prominente leden. Daar schitteren de kinderpathologen, en dat is een onderwerp wat tegenwoordig heel belangrijk is, van het NFI, die schitteren daardoor afwezigheid. Dat baarde mij grote zorgen, omdat er sprake is van een soort monopoliepositie van het NFI. Ik heb dus contact gezocht met het FMG. Dat is een beroepsgroep van forensisch, medisch, geneeskundigen. Dat waren de vroegere schouwartsen, die nu op een lijst komen te staan. En die lijst wordt door het forensisch medisch genootschap bijgehouden. Ik heb daar brieven naartoe geschreven met de vraag, kan ik inzage krijgen in de mensen die op jullie register staan? Ik kreeg een paar mailtjes terug, heel geschrokken mailtjes. En ik kreeg te horen dat pathologen van het NFI wel op de lijst van forensische medische rechtelijke deskundigen staan, maar die staan dus niet op de lijst van landelijk rechtelijk deskundigen. En toen ik ben gaan controleren, bleek dus niet alleen die lijst van het FNG is anoniem, maar nu blijkt ook van de rechtelijk deskundige lijst zelfs de pathologen weggestrapt te zijn de afgelopen dagen. Dus ik zit blijkbaar op een spoor. Ik zei al tot zover de theorie. Waarbij ik ook nog even wil aantekenen dat bepaalde misdaadjournalisten, Peter de Vries en Gerlof Vrijsta, Hendrik Jan Kortling, etc. John van Heuvel. Ook John van Heuvel ook. John van Heuvel kunt u zeker bij mij rekenen. En andere meelopers binnen de journalistiek soms een allesbepalende rol kunnen spelen in een gerechtelijke procedure. En heel toepasselijk, nu we terug in Schiedam zijn, jullie kunnen het lezen, nalezen op het rapport Postumus,
Dan heb ik een paar quotes uitgehaald. Luister naar. Op donderdag 22 juni 2000, iets na 18 uur, loopt een jongetje, naakt en met een schoen om zijn nek gebonden, uit de bosjes in het Beatrixpark in Schiedam. Het jongetje, Michael, net een paar dagen, 11 jaar, loopt in de richting van een nabijgelegen brug en roept om hulp naar iemand die toevallig op deze brug staat. Deze roept een voorbij fietsende man aan. Die man is Kees B., Kees Bosboom. Hij is op weg van zijn werk naar huis van zijn moeder. Een fietsrit die hij vaker maakt en die hem door het Beatrixpark voert. Kees belt om 18:08 naar 112 en het 112 centrale verbindt Kees door met de meldkamer in Rotterdam. Kees meldt dat hij in het Beatrixpark iets ergs gebeurd moet zijn en dat politie en ziekenauto in spoed moeten komen. Hij zegt dat bij een jongetje een schoen om de nek gebonden is en dat het jongetje onder het bloed zit. Hij zegt ook dat er nog iemand dood in de bosjes zit. Volgende quote. De politie is rond 18:15 ter plaatse. Als de politie op de plaats van het delict aankomt, hebben zich al een flink aantal personen verzameld op en bij de brug. Een aantal van hen is in de bosjes ingelopen. Michael had namelijk gezegd dat er in de bosjes nog iemand lag. Degene die in de bosjes waren ingelopen, hadden daar inderdaad een tweede persoon zien liggen. Later blijkt dat het meisje Nienke van 10 jaar. GGD-medewerkers constateren kort na 18:15 dat Nienke overleden is. De rechtbank in Rotterdam en later gerechtshof in Den Haag hebben Kees B. op 29 mei 2002, respectievelijk op 8 maart 2002, schuldig bevonden aan de feiten die op 22 juni 2000 in het Beatrixpark waren gepleegd en hem voor die feiten veroordeeld. De bekentenissen die hij op 9 en 10 september 2000 bij de politie had afgelegd, waren zwaar in het bewijs tegen Kees B. Meegewogen. Het cassatieberoep van Kees B., en nu komt het, het cassatieberoep van Kees B. is op 15 april verworpen en een herzieningsverzoek van Kees B. op 7 september 2004 is afgewezen door de Hoge Raad. In augustus 2004 echter heeft een andere man, Wick Haalmeijer, verklaard over zijn betrokkenheid bij de feiten in het Beatrixpark. Het onderzoek dat vervolgens door politie en justitie is ingesteld, dat onderzoek heeft de projectnaam Capri gekregen. Heeft geresulteerd in bewijsmateriaal dat belastend is voor Haalmeijer en bij beslissing van 25 januari 2005 heeft de Hoge Raad de aanvraag tot herziening van de plaatsvervangende procureur-generaal bij de Hoge Raad en de raadsman van Kees B. gegrond verklaard. Ik heb een korte compilatie gemaakt uit het rapport van de commissie Postumus. De commissie Postumus was de voorloper van de TCAS, misschien zegt jullie dat wat. De commissies evaluatie afgesloten strafzaken van onder andere Buruma. En die is tegenwoordig, die commissie is tegenwoordig opgegeven en die is nu verhuisd naar de Hoge Raad. Dat is heel alarmerend. 1. De recherche krijgt de tijdlijn van Kees Bosboom niet rond, zodat hij in die tijd ook de moord niet kon hebben gepleegd. Maar door de verzwijging van een aantal cruciale gegevens werd de rechter desondanks op het verkeerde been gezet. 2. Een aantal onderzoeksdocumenten en verklaringen blijkt te zijn verdwenen, schuin-streep vernietigd. 3. Kort na de melding van de feiten in het Beatrixpark via 112 zijn vanuit een helikopter luchtfoto's gemaakt van het park. Daarbij zitten een paar foto's van de PDA en de brug W. De negatieven van deze luchtfoto's zijn zoekbaar. We hebben dat meer gehoord. Dat is jammer, want op een aantal foto's van de brug is te zien dat daar op een paar mensen staan. Eén van hen, een man die op zijn rug wordt gezien en die in een blauwe spijkerbroek en een donkerkleurig shirt draagt, zou Kees B. kunnen zijn. 4. Het letsel van Michael, Michael was ook gewond, dat jochie van 11, is pas 5 dagen na het misbruik beschreven door een arts in het ziekenhuis. Deze geneeskundige verklaring, die niet bij het eindprocesverbaal is gevoegd, wordt onder meer
over 8 meststeken gesproken en over kneuzingen in de hals als gevolg van verburgen. Over lengte of diepte van de meststeken wordt in deze verklaring niets gezegd. 5. De sectie, en daar ben ik dus achteraan. De sectie op Nienke is op de gebruikelijke wijze uitgevoerd en het sectierapport is op de gebruikelijke wijze opgebouwd. Enkele maanden na de sectie zijn door het Openbare Ministerie vragen gesteld over de sectiebevindingen. Die waren dus van het NFI. Het waren vragen die in direct verband stonden met de door de dader gepleegde feiten. De NFI-patholoog die het sectie had verricht, kon niet op alle vragen antwoord geven. Na het DNA-onderzoek op en in die haar bleek dat het DNA bevatte van een vrouw. Desondanks nam de OVJ, de officier justitie, aan dat die haar wel degelijk afkomstig kon zijn geweest van Kees Borsthoff. 7. Er is verder een tamelijk uitgebreid vergelijkend haaronderzoek gedaan op dierenharen, waarbij onder meer van de katten van Kees B. haren zijn gebruikt. Dit onderzoek heeft niet geleid tot resultaten die belastend waren voor Kees B. Van de circa 100 biologische sporen op de PD en nog eens 40 referentiesporen van alle getuigen zijn ongeveer 70 biologische sporen gebruikt voor vergelijkend DNA-onderzoek bij het NFI. Geen van deze sporen kwamen overeen met die van Kees Borsthoff. Hoewel ze niet voor de low copy number methode waren geaccrediteerd, hebben ze dat onderzoek desondanks toch uitgevoerd. Geen van deze sporen kwamen overeen met Kees B. Een psycholoog, Liga kent hem wel, dat is meneer Bullens. Een psycholoog die nu weer op de lijst van gerechtelijk deskundigen voorkomt, ondanks toezegging van minister Donner, bestond het om Michael 11 onder zijn toezicht te laten doorzagen. Hij zat achter glas en liet het toe. Als mogelijke verdachte van de moord, en hij verstrekte zelfs de politie een op band opgenomen gesprek met Michael, omdat hij met een groot geheim rondliep. Een absolute schending van de zorgplicht en van de beroepsgeheim dus. 11. Ik ben nog lang niet klaar. Door de ruwe wijze van verhoor heeft Kees Borsthoff tot 2 keer toe, na 4 maanden, de moord uiteindelijk bekend. 12. In deze zaak is men, de verdediging kan het aan het zien, begonnen met de onder druk zetten van de verdachte om een bekentenis te verkrijgen in de veronderstelling dat het overige bewijs wel zou volgen. Dat volgde evenwel niet. Vrijwel al het overige bewijs, materiaal wijst overduidelijk in de richting van zijn onschuld. Het OM heeft met inzet van alle middelen, geoorloofde en ongeoorloofde, geprobeerd het eigen gelijk waarin het ten onrechte is gaan geloven aan zijn zijde te krijgen. 13. Tegen de 2 politieambtenaren die betrokken waren, te weten de 2 rechercheurs die de meeste verhoren van Kees Borsthoff hadden afgenomen, is op 5 januari 2005 namens Kees Borsthoff aangifte gedaan. Hangende het evaluatieonderzoek is echter geen gevolg gegeven aan deze aangifte. Michael verschafte de recherche een vrij nauwkeurig signalement van de dader, namelijk Wik Haalmeijer, die niets weg had van die van Kees Borsthoff. In de eerste week zijn 3 tips binnengekomen op Wik Haalmeijer, niet op Kees Borsthoff. Getuigen zijn niet geconfronteerd met de foto van Wik en deze getuigenverklaringen zijn ook niet in het strafdossier opgenomen. Het was geen technisch bewijs tegen Kees Borsthoff en ook hier weer het NFI. 2 DNA-deskundigen van het NFI vonden geen DNA-sporen van Kees, maar wel 5 DNA-sporen van een andere man die later van Wik Haalmeijer bleek te zijn. De sporen waren onder andere gevonden onder de vingernagels van Nienke, op haar blote schouder en op haar linkerlaars. Dat zijn geen plaatsen waar andere mannen zomaar op een 11-jarig meisje terecht kunnen komen. Enkele weken na de bekende verklaring schuld door Wik Haalmeijer over de moord op Nienke Kleijs, met Kees Borsthoff verzoek tot herziening
zelfs voor de tweede keer door de Hoge Raad afgewezen. Dat behandelend OVJ meldde aan de advocaat van Kees Borgdroom dat ze een bekende verklaring had van Wick Houwmeijer, maar dat ze daar niets mee wilde doen. Hangende het evaluatieonderzoek werd het aan de commissie posthumus verboden om de rol van de rechtercommissaris te krijgen. Kees Borgdroom heeft dus al met al 3 jaar onschuldig vastgezeten op de grond van een moord die hij niet heeft gepleegd. De commissie posthumus interesseerde voor mij voor het eerst het fenomeen tunnelvisie, terwijl overduidelijk was dat het hier toch veel meer had. Dan kan ik nog wel even doorgaan, maar het komt erop neer dat ik onderzoek ben gaan doen naar de zogenaamde gerechtelijk deskundigen. Dat zijn de gerechtelijk deskundigen. Dat zijn mensen die dus, zoals vroeger gezegd werd, van naam en faam bekend moesten staan. Nu staan ze op een lijstje. Deels zijn ze kenbaar, je kunt ze opzoeken op de lijst van het LHPD. Maar nu blijkt ineens de afgelopen dagen dat de pathologen van de mensen daarvan verdwenen zijn. Daarnaast is het zo, en dat is dan in het kader van de no-do-procedure. Misschien kent iemand de no-do-procedure. Dat is dat bij elk overlijden van een kind tot en met 18 jaar, dat er een schouwarts bij aanwezig moet komen, een forensisch arts. Verplicht, en elke behandelend arts heeft verplicht overleg met die nieuwe schouwarts. In die no-do-procedure, wordt het kind, als er dus sprake kan zijn van een niet nader verklaarde doodsoorzaak, wordt het kind direct weggehaald naar een AMC of een UMC, en dan worden dus forensisch artsen, biologisch artsen, NFI-artsen bij betrokken, pathologen, kinderpathologen, etc. En wat blijkt nou? En ik heb daar een paar keer briefwisseling over gehad met het FMG, de forensische artsen. Die geven hun register niet vrij. Een paar mailtjes gestuurd en ineens stopte de correspondentie. Het lijkt mij zeer belangrijk dat we nagaan dat als er op een gegeven moment onderzoek gedaan wordt op onze kinderen, door een anoniem groepje artsen, dan vraag ik me af waar we in dit geval mee bezig zijn. De TC-arts is dus al overgegeven naar de Hoge Raad, dus slager, keurtsnijder, vlees. En de artsen die betrokken zijn bij onze kinderen in de no-do-procedure, die verdwijnen achter een geheim register. Ik vind dat er zeker aandacht aan moet zijn.